50 jaar geleden is het hier achter allemaal begonnen. Weekmarkt Reuzel. Wij zijn benieuwd of er dezelfde producten zijn en wat er allemaal veranderd is. We gaan eens een kijkje nemen. Ja. Ik sta hier bij Michel Franke, groenten en fruit. Ja. Ja. En ik heb begrepen dat u hier ook al lang op de markt staat. Vanaf het begin, ja, met onze pa. En die had toen ook al groenten en fruit? Ja, wij hadden toen al marktverkoop, ja. Ja. Wij hadden toen 5 of 6 markten. Wij stonden ook in Eindhoven op het Gradesplein. En toen ging hier de markt open. En toen ging onze pa met mij, we splitsten dus, mijn broer en ik. Ging ik met onze pa hier naartoe. En is het een groot verschil met toen en met nu? Ja, dat is een groot verschil. En daar zit hem hierin. Het is niet meer zo kleinschalig. Want ja, we hadden 1 kraampje van 4 meter. En daar stond alles op. Alles 1 kistje, zeg maar. En ja, je ziet het nou, hè. Het zijn 7 kramen, hè. Inderdaad. Ja, en minder collega's hebben we ook. Voorheen hadden we dus, toen hier de markt open ging, hadden we zeker 10 collega's. Op deze markt? Op deze markt alleen al, ja. Allemaal groenten en fruit? Allemaal groenten en fruit, ja. We staan hier bij iemand die de markt heel goed kent, hoe dat er komt. Toch zo lang opstaan natuurlijk, hè? Dat je lang opstaat. Ja. En vanaf het begin? Vanaf het begin af, ja. Ja. Vroeger met mijn vader. En mijn vader die had hier een jaar meegegaan en toen is hij overleden. En toen heb ik het overgenomen. Toen was ik 20. Zelf nou hier 49 jaar eigenlijk. Met welke spullen? Met in de winterdag handschoenen en mutsen, hoeden en petten. Ja. En in de zomerdag met badgoed. Ik hoor dat u van België komt. Ja. Komt u elke week hier of niet? Ja, wekelijks niet, maar toch regelmatig. Toch wel een keer of 2 per maand. En waar komt u dan voor naar de Reuzelse markt? Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Ja. Lekker een kopje koffie nou. Voilà, voilà. En soms een pintje bier. Maar je hebt wel een flinke tas bij je. Ja. Van de vrouw. Van de vrouw? Ja. Ja, ik wil niet weten, niet nieuwsgierig zijn, maar mag ik vragen wat u dan gekocht hebt? Ja, dat is geen probleem. Vooral kip en kaas. Ja. Ja. Maar vroeger was het bijna niks als kaas en boter, ja. Hè? Ja, daar heb ik ook wel gehoord, maar dat is voor mij een tijd geweest waarschijnlijk. Ja. Ja. Piet van den Berg, heb ik begrepen. Klopt. Ook iemand die al heel lang op de markt staat met al een kraam. 45 jaar. Kun je vertellen hoe je begonnen bent? Ja, bij iemand die hier met fietsspul op de markt stond. Stilletjes om beginnen te helpen en zo mogelijk mee. En dan ben ik daar van lieverlee uitgegroeid dat ik eigenlijk 2 dagen in de week voor het meeging. Toen zat er nog op de lagere school, ja? Toen zat ik nog op de lagere school. Toen ben ik naar de MULO gegaan, heb ik 2 jaar op gezeten. Ja. En doordat ik dus zo graag de markt ging doen, ben ik van school afgegaan, bij hem in de kost gegaan. Heel de week met hem naar de markt gegaan en altijd beloofd van als je 18 wordt, rijbewijs van mij halen, krijg ik mijn bus. Ik koop een nieuwe bus, Reuzelmarkt kreeg de. En zo ben ik begonnen. Je komt hier uit Reuzel, hè, en je bent hier op de markt begonnen. En heb je er ook leuke anekdoten over? Nou ja, zoals ik begonnen ben, is gewoon dat ik dus naar school ging en dan tussen de middag de latten van hem aan de kraam hing, omdat hij een handelman zo aantrok. Ja. En dan ging ik weer naar school, maar ik maakte mijn eigen er niet mee bekend. En er tegenover stonden de mensen uit Reuzel, dat was Jan van Hoof, ja. Met potten en pannen en huishoudspul. En dan vroeg hij aan van wie hangt die latten hier aan die kraam? Ja, dat doet een jongen, die komt hier aan schoot. Dan moet hem eens een keer aanwijzen, zit hij. Dan wil ik als weten wie dat is. En zo ben ik hier begonnen. En ja, hij had een fietstas aan zijn kraam hangen, die geren wou. Echt zo'n groen leren tas met grome doppen. Ja, die tas heb ik nou nog. Ja. Die kostte 17,5 gulden. Ja, daar kreeg ik nooit bij elkaar. Maar doordat ik daar heb kunnen gaan werken, heb ik die tas kunnen sparen. Nou, wat is er nou zo leuk aan de markt? Aan de marktkoopman te zijn? Of? Elke dag iets anders. Spannend en vrij. Maar je staat in de wind, je staat in de kou. Ja, het is een goeie en zijn kaai dagen. Hè? Ik sta hier bij de marktmeester. En wat zijn jouw taken zo met je markt? We hebben hier de markt een beetje begeleiden. Dat de mensen op de juiste plaats gaan staan. Dat ze de plek overlaten. Dat overal de mensen ook door kunnen. Er komen ook losse standwerkers bij, hier hebben we 2 staan. Ja? Die komen rond 11 uur, die komen inloten en de plaats toewijzen. Ja, ja. En dan hebben we nog meelopers, het eerste kwartaal lopen ze mee om te proberen. Die betalen nog contant. Ja. En voor de verdere rest, als ze nog 3 kwartaal mee willen lopen, dan mogen ze betalen per bank. Er zijn voor jou ook verschillende marktmeesters geweest, ja. Kun je er enkel noemen? Ik doe het nu samen met mijn collega Wim Lavrijs, die doe ik het al veel jaar langer dan mij. Ik ben erbij gekomen ter ondersteuning, omdat we dan midden vrije dagen af kunnen wisselen. Mm-hmm. Daarvoor deed het Jan van Gestel, daarvoor heeft Kees van Pijbroek nog gedaan en daarvoor heeft Peter Gevers nog gedaan. Want je had echt zo'n uniform met een pet aan allemaal op. Peter Gevers was eigenlijk vroeger degene die overal het geld ging in, ook van de huren en alles. Ja. En die had dus echt zo'n pet op,
de tas voor en die ging over dat geld incasseren. Toen werd alles contant afgerekend. Ja, maar dat hoeft nou niet meer. Nee, dat hoeft nou niet meer. U komt hier elke week bij de Kaaskoning? Iedere week, ja. En hij weet al precies wat u moet hebben? Ja. En mogen wij dan weten wat? Minstens een kilo. Ja? Oudsnijdbaar. Moet je daar kijken. Een kilo ja. Zo. En de ene keer doen we wat komijn bij, en de andere keer wel oude grove Hollandse geit. Ja, ja. Ja. Okay. En soms ook wat buitenlands. Ja, ja, ja. Ja. Nou, maar dus, dat is de basis, iedere dus, week. Het is een goede kaaskoning. Ja, hij is niet meer niks de koning, hè? Ja. Ik ben James Vergato. Ja. Vroeger eigenlijk boter en kaas het meest verkochte product was op de markt. Is dat ook zo? Ja, boter, eieren en kaas eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Dat was vroeger zo? Ja, en dat is eigenlijk nog steeds. Dus, ja, ja. Wat dat betreft is het niet veel veranderd. Dus. Hoe ging dat vroeger dan eigenlijk? Nou, met massa's, om het even zo te zeggen. Ja, ja. Dat is echt met pellets vol. Ja. Komen geren hier, hè? Ja, waarom? Ja. Waarom? Omdat hier heel goed is. Ja, ja, maar waar is het hier dan zo goed? Alles, hè, op de markt, hè. Ja. Zie je, ik heb al een vol zakjes gekocht. Ja, ik wil niet nieuwsgierig zijn, maar wat heb je dan gekocht? Kerstkaarten en bij de fietsenmaker. En we zijn al bij de andere fietsenmaker hier geweest. Ja, ja. Wij komen geregeld hier. Ja. Wij komen geregeld hier. Wekelijks? Nee, wekelijks niet. Omdat we nog werk hebben ook. Ja, ja, ja. We zijn nog aan het werk. Nee, wel, bij de zoon. Bij de zoon aan het werk. Maar nou, deze keer is het een lekker bakje koffie. Ja. En een koekje erbij. Ja. Getroffen. Oei, Nou, zei ze nog dat de koning nog komt, ook, maar dat is niet waar zeker. De koning van België of van Nederland? De Nolhaas. 50 jaar bestaan weekmarkt in Reusel. En ik heb het geluk dat ik het begin van de markt ook nog meegemaakt heb. Dus heel de historie van de markt ken ik. En als ik dan een beetje terugga, dan weet ik wel, toen ging ik daar nog naar de jongensschool. En dan liepen wij hier over de markt en het enige wat we toen zagen was allemaal van die steekwagens met grote dozen boter erop. En die verdwenen dan allemaal richting auto en dan richting de grens over. Ik denk ook, de markt is ondertussen heel veel veranderd. En dat gegeven, dat speelt ook niet zo. Maar ik denk wel dat de markt in ieder geval een aantrekkingspunt heeft voor de wijde omgeving hier en dat nog steeds de Belgen. Touder Antonis vertelt enkele anekdotes over het jubileum. En proficiat ermee, ja? Tevens reikt hij de prijzen die geschonken zijn door de kooplui en de winkeliersvereniging uit aan de prijswinnaars. Het is toch niet dat licht op mijn haar afketst? Nee. 50 jaar jubileum, een halve eeuw. Maar ook de heer Blijlevens staat echt al 50 jaar op deze markt. Daar willen wij in ieder geval een hartelijk applaus, want dat is echt heel goed. Ja? Graag gedaan. Dat is voor mij een hobby, tussen de mensen. Ik vind het zo leuk hier in Nederland. Ja, echt waar. Ja. Nou, ik doe alleen de markt in Nederland. Dat vind ik zo plezant. De soep is een poederinstantie? Of? Ja, allemaal poeders. Ja. Ja. Cholesterolvrij, glutenvrij, lactosevrij en zonder dierlijk vet. Ik zie daar iets speciaals hangen bij u in de kraam. Ja, dat is onze lieve vrouwke van Midjugorje. Ik ben heel gelovig. En ik vertrek deze nacht voor een week op bedevaart naar Midjugorje. Dat is in Bosnië-Herzegovina. En ik bid voor al mijn klanten en collega's. Ik neem ze allemaal mee in mijn hart naar onze lieve vrouwke. Ik ben genezen van kanker dankzij het gebed en dankzij onze lieve vrouwke. Echt waar. Dus moet nu dank u gaan zeggen. Heel veel geluk daar. Keeper of honden, waar is het? Door elkaar. De honden keeper door elkaar, wat is het verschil dan? Dat kun je niet meer zien. Oké. Okay. Ja, de kleren uit. Ja, ja, dat bedoel ik. Wie staan we nou eigenlijk? Bij Piet van de... Bij Fons, hè? Fons van den Berg, ja, sorry. Fons van den Berg. Ja. En hoe lang sta ik hier nou? Bijna 31 jaar. Potverdikkie. En hulpteert mee... En wie weet hoe lang nog? Staat hier een echte vaste klant die speciaal hier naartoe komt? En waarvoor? Regelmatig, om een kip te komen halen. Hè. Maar waar komt u vandaan? Van Mol. En hij rijdt wel 100 kilometer. Hij rijdt om, hè. Hij rijdt een beetje. Ja. Misschien een leuke anekdote zo. Ja, ken je Pastoorkles nog uit Blauw? Ja, die ken ik wel. Ja, nou, die kwam altijd, met Goede Vrijdag kwam je altijd zeggen van dit of dat. En je moet geen vlees eten, Fons. Ja. Ik zeg, jongen. Als die apostelen, hè, dat waren allemaal vissers, die dochten allemaal aan de nijste kontzak. Daar ene keeperboer bij gezeten had, dat was niet waar geweest. Vrijdag zag de keeper.